Vanaf 25 januari is Maze Runner The Dead Cure te zien bij Pathé. Weken hiervoor mochten een aantal fans en genodigden de film al zien. En dit is wat ze ervan vonden. Waarom wilden jullie zo graag bij de eerste vertoning in Nederland zijn van Maze Runner The Dead Cure? Nou, ten eerste om de hoofdrolspeler, die is natuurlijk beeldig. Die is een heel leuk fan. Ik ken hem natuurlijk van Teen Wolf. Ik wou er gewoon heel graag bij zijn. Ja, gewoon een groot fan. Ja, boeken en de films, allebei groot fan. Zo'n verhaal dat je gewoon heel erg aanslaat en karakters waar je heel veel van gaat houden. Dus dan moet je erbij zijn. Nou, ik weet nog, het is wel lang geleden dat ik hem heb gezien. Maar ik weet nog dat ik bij deze echt de hele tijd met spanning zat te kijken. Het was heel spannend, het is heel tof om te kijken wat er gebeurde. Dat ze uit die maze kwamen, dat er weer een heel andere belevenis was. Dat ze in de stad terechtkwamen. En ik vond het wel heel erg tof. En ik hou van die fantasy adventure movies. Een beetje sci-fi, dus ik ben benieuwd wat het vanavond gaat zijn. Wie is jullie favoriete personage in de film? Makkelijk. 3, 2, 1, Minho. Who put us here? We don't know. What if we were sent here for a reason? You're so close to the truth. Don't you want to know why this all happened? 3 years we spent behind walls trying to break out, and now we want to break back in. I get shotgun. Okay, in 3 woorden beschrijf je ervaring bij Maze Runner The Dead Cure. Boom. Emotioneel. Intens. Grappig. Serieus, echt geweldig. Huilen. Nou echt, ik heb alle emoties gehad. Ach, ja, best intens was het allemaal. Je zat er ook gelijk in, hè? Ja, maar zeer satisfied wel. Ja. En het einde vond ik mooi. Ja, het is een goede afsluiter. Ik vond vooral dat ze heel erg ook hun best hebben gedaan voor deze film. Om kleine details, heel veel spektakels. Ze hebben volgens mij niet bezuinigd op deze film. En dat vond ik wel, dat kan ik wel erg waarderen. Meestal laatst eind doen ze of een beetje afraffelen of als het een beetje uitgemolken is. Maar ze hebben echt hun best gedaan. Dus ik denk dat mensen echt wel eens kunnen genieten van deze film. Het was intens, spannend en je hebt het gehoord, er zijn wat traantjes gevallen. Vanaf 25 januari te zien bij Pathé, Maze Runner The Dead Cure.